VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en het Vervoerscollege Venlo. Afgelopen vrijdag ging de VVV Venlo Street League weer van start. De straatvoetbalcompetitie vindt de komende weken plaats op trapveldjes in verschillende wijken in Venlo en Venraai. Maar het gaat om meer dan voetbal alleen. Ja, eigenlijk is het belangrijkste dat de jeugd zich op een leuke manier laat zien in de wijk. Dus eigenlijk gaat het om leuke ontmoetingen in de wijk creëren. Tussen jong en oud, tussen de jeugd en wijkbewoners en organisaties in de wijk. En daar, voor de jeugd is natuurlijk het voetbal de leuke. Maar door het doen van buurtbijdragen en het fair play klassement, en dan komen ze op een leuke manier mensen en organisaties in hun eigen wijk tegen. Waarom doen jullie mee aan de Street League? Ik doe mee aan de Street League omdat ik het leuk vind. En ik gewoon een band wil creëren met mijn vriendinnen en zo. En we voetbal ook leuk vinden. En we zijn ook vaak buiten. Gewoon leuk, gezellig en... Ja, dan heb je tenminste meer dingen te doen in je vrije tijd en zo. En is gewoon ja, ook voor band en zo. Band creëren. Ja, je moet dingen doen in de wijk. Hebben jullie al iets gedaan? Ja, we hebben opgeruimd. Maar we gaan nog meer dingen doen. Bijvoorbeeld, we gaan nog cupcakes maken voor ouderen en zo. Omdat wij, ja, dat, wij vinden het natuurlijk ook belangrijk voor de ouderen en zo. Dat die jongeren ook wat kunnen betekenen voor de ouderen. We moeten buurtbijwijs doen. Je kan niet alles op je punten en je moet veel fairplay hebben. Fairplay is eigenlijk het belangrijkste bij Street League. Als je geen fairplay hebt, dan, ja, dan weet je sowieso dat je laatste bent. Bij de Street League is ook een rol weggelegd voor de bewonersondersteuners in de wijk. Zoals Jamal en Murat, die al vanaf het eerste uur betrokken zijn bij het project. Zij weten als geen ander hoe belangrijk de Street League is voor sommige wijken en buurten. Ja, een tegel is toch wel zeker... jongerenwerk is wegbezuinigd, moet ik zeggen eigenlijk. Maar iets wat jongeren actief ondernemen, dat vind ik wel dat dat heel erg belangrijk is voor de zelfontwikkeling van de jongeren hier in Tegelen. Ja, geldt hetzelfde voor Blerik? Ja, en natuurlijk is maatschappelijk en vrije tijd en sport, die combinatie is natuurlijk perfect. Want dan kun je natuurlijk ook de bewoners en de jongeren samen aan de slag zetten. En een van onze taken is ook bijvoorbeeld om te kijken of we begeleiders kunnen vinden. Dus goede bewoners die samen met jongeren aan de slag willen gaan. Zowel sportief, dus de wedstrijden ondersteunen, maar ook met de buurtbijdragers, dus maatschappelijke bijdrage leveren aan de wijk. En dat geldt voor Blerik, dat geldt voor Venlo Noord en dat geldt natuurlijk ook voor Tegelen en Venlo Zuid. De Street League wordt volgens de betrokkenen steeds meer opgepakt in de buurt. Zoals vrijdag te zien was bij de eerste speelronde op het Cruijffcourt bij de Drink in Tegelen. De kwaliteit van de teams hier in Venlo wordt sterker. Met andere woorden, zijn meer vrijwilligers rondom de teams, maar ook rondom de organisatie van de voorrondes. Steeds meer ouders pakken het op om een team te begeleiden in het sport en de buurtbijdrage. Maar hier in Tegelen ook, daarachter, nou, dat zijn vrijwilligers uit de wijk. Die organiseren rondom de voorronde allerlei activiteiten. Hoe kun je punten verdienen? Door activiteiten, door goede dingen te doen. Goed voorbeeld tonen aan de kinderen in eigen wijk. Gewoon, ja, niet vervuilen in de buurt. Ja, dat soort dingen. Het gaat ook om de eerlijkheid. Op fair play, want dat is eigenlijk, dat vind jij nog het allerbelangrijkste. Met buurtbijdragen. Want als je een overtreding maakt en als je dat niet helpt, ben je gewoon niet eerlijk. En eerlijk, ja, dat ik ook. Vorig jaar hebben we auto's gewassen. En bij ons is daar een glazen map. Daar komen oudere mensen heen. En hebben we, ja, hun geholpen met... opruimen en ook bij de Plus hebben oudere mensen geholpen met tassen showen en zo. Ons park gaan opruimen, de oudjes gaan helpen, de oudjes een voorstelling geven en we gaan
spelletjes doen met de ouderen? Wij gaan bijvoorbeeld pannenkoeken bakken in een bejaardenhuis. En we gaan helpen in een speeltuin. En we gaan helpen in tuinen van oudjes. De komende weken is er iedere vrijdagavond een speelronde. Achtereenvolgens komt de Street League nog naar Venlo Noord, Venlo Zuid en Venray en Blerik. De afsluiting met diverse side-events is op zaterdag 16 juni in Stadion De Koel. Natuurlijk zijn er winnaars. Zoals je hier op het veld ziet, de jeugd wil vooral winnen met voetballen. Maar de winnaars zijn degenen die uiteindelijk de meeste punten gescoord hebben met de buurtbijdrage, de fair play en het voetbal. En vaak zijn dat juist de teams die zich heel goed in de wijk laten zien, die de Street League winnen. En niet degenen die goed kunnen voetballen. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en het vervoerscollege Venlo.